Ik heb eerder voor mezelf gedaan in de bouw. En ben ik toen meer gestapt tijdens de recessie. En altijd het gevoel gehad dat ik meer uit mezelf wil halen. En is voor een tijd terug een kameraad begonnen met de bloemenwinkel hier tegenover. En dan ben je eens met elkaar in gesprek. En dan ga je kijken van, nou, is dat niet wat voor mij? En ik vond de sfeer wel leuk wat erbij kon kijken. En dan zijn we eens aan het denken gekomen van, nou, wat mist Almelo nog? En dan kwamen we tot de conclusie van, nou, een slijterij zit nergens meer in de binnenstad. Laten we dat eens proberen. Hoe kwam u eigenlijk op het idee om een slijterij te beginnen? We hoorden steeds vaker van mensen in de stad die een cadeautje wouden kopen en nergens terecht konden. En dan heb je wel de slijter bij de Jumbo zitten, maar die doen niet aan cadeaupakketjes. Vaak is het heel klein opgezet dat mensen bang zijn om met een rollator of met een scootmobiel naar binnen te gaan. En daarom hebben wij ook bewust gekozen om het allemaal iets ruimer op te zetten om die oudere doelgroep ook te bedienen. Dus u had het idee dat u in een behoefte voorziet. Heeft u daar al iets van gemerkt vandaag? Als ik de omzet van vandaag kijk, is het echt perfect. Het is ook een openingsdag natuurlijk, dus de mensen die hebben ook gespaard of uitgesteld om iets te kopen en hebben dat vandaag gedaan. Maar ook de aanloop van mensen die even een kijkje komen nemen is allemaal heel erg positief en vinden het heel leuk. En ik meld u dat de opening van de vergadering zal gebeuren door uw collega, mijn collega, onze collega, de heer Hummels. Meneer Hummels, aan u het woord om de vergadering te openen. Dank u wel, meneer de voorzitter. En dit was voor mij ook wel een beetje een verrassing. Maar, en daarmee ook wel een uitdaging. En helemaal door hoe ik mij vorige week voelde en hoe ik me nu voel. En om daarmee ook voor iedereen aan te geven hoe veranderlijk de wereld is en de politiek is en ik ben. En ik wil daar een paar hele gekke dingen bij doen. Waarbij ik hoop dat we leren beseffen dat hoe gek we ook zijn of hoe verschillend we ook zijn, dat het wel goed is om niet direct met negatieve beoordelingen klaar te staan verschillen oproepen die er niet zijn. Een soort respect voor elkaar, begrip voor elkaar, geduld met elkaar. En dat ga ik jullie dus nu op een manier waarbij ik iedereen in een hokje zet. Maar ik hoop een hokje waar je ook zo weer uit kunt of waar je heel gelukkig in bent. Of waar je denkt van god, wat een grappig hokje, daar wil ik eigenlijk heel graag in. Ja, of je denkt van, dan moet die oude gek zelf maar in. Dat mag ook. Maar daarmee wil ik proberen aan te geven hoe belangrijk het kan zijn om ook in kritiek nog iets positiefs te proberen te zien. En nu hou ik erover op, maar ik wil dit nog wel uitdelen als dat mag. Er staan drie dezelfde brieven op. Dank u wel, meneer de voorzitter. Na vorige week gezegd te hebben dat ik hier niet meer bij wil horen, vind ik wel dat ik wel heel erg actief ben vandaag. En ik snap er geen bied van, maar misschien heb ik me al wel bedacht. Ik weet het niet. Van hoe kunnen we daar met elkaar gezamenlijk wat meer uitvoering aan gaan geven? Hoe gaan de mensen om met de warmte in de stad? Hoe smaakt het ijsje? Lekker. Ja. En ben je al naar het zwembad geweest? Nog niet. Ga je dat nog doen dan? Ja. Ja, want het is wel heel warm vandaag, hè? Ja. Ja. En kan je er wel goed van slapen? Soms. Hoe gaat dat hier met het warme weer? Ja, gewoon rustig blijven en dan kom ik de dag wel door. Heb u een beetje vakantie op het moment? Ik heb op dit moment vakantie, ja. Dan is het warme weer wel lekker, hè? Ja, dan kun je het best volhouden. Is dat goed te doen met dit warme weer? Nou, op dit plekje is dat heerlijk te doen, want we hebben de schaduw opgezocht. En het windje vanuit het gangetje, dat waait lekker om ons heen, dus prima te doen. Want die warmte, ja, dat houdt al een aantal dagen aan. Hoe gaat u ermee om verder? Nou ja,
aantal dagen. Ik denk toch al wel een aantal maanden. We hebben een fantastische zomer toch dit jaar. Dus daarvoor hoeven wij eigenlijk niet meer op vakantie. Hoe is het om dit warme weer mee te maken? Warm, heel warm. Maar met een flesje water komt alles goed. Dat zie ik. En wat ben u nog van plan om te gaan doen in deze warmte? Nou, wij waren van plan om naar de stad te gaan. Maar dat gaat geen pas om 1 uur ging dat open. En mijn dochter die heeft gewoon een flesje water gehaald. Dus we moeten even overbruggen. En dan gaan we zo naar CNA, zeg maar. Maar het is wel heel warm. Vooral om te winkelen. Het gedicht Huizen in de Binnenstad van Willem Wilmink is het eerste Almeloze muurgedicht en is aangebracht op de muur van het appartementengebouw Manchester aan de Holtjestraat. Die huizen in de binnenstad waarvan je eens een sleutel had. Elk wonen voel je als voorgoed, totdat je toch verhuizen moet. Je naambord bij een andere bel en na wat weken went het wel. Je treft je oude huizen aan en kunt er niet naar binnen gaan. Ze staan er nog precies als toen hun huiselijke plichten doen. Ondanks de reuma in hun hout worden ze heel erg langzaam oud. En halen het jaar 3000 wel als het goed blijft gaan met stadsherstel. Die huizen in de binnenstad waarvan je eens een sleutel had. Waar nu een ander slaapt en eet die nog van geen verhuizen weet. Een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Oh, Almelo, mijn mooi Almelo. Ik ben zo vroeg in Spies, maar hoe keel nog aan toe dat ik hoor ik op binnen en wat of ik op toe. Het heb gevuld, ik vervul, oh, Almelo. In Almelo. Door heg wie niet zo aan flantuten en dik doe en als dat is quo bij professor of net zo dom als havenstro. I vult op plezierig in ons Almelo. Oh Almelo, mijn mooi Almelo, ik ben zo vroeg in Spies met uw keel nog aan toe dat ik hoor ik op binnen wat of ik op doe. De Pius Mimo en Mr. Bobo, die het maakt wel ik ben binnen, hoe of ik doe, nee. Er is op de eerde gestetke wat zo, vul op mijn lika zo'n zijn Almelo. Bezumt je mals kein me verro Almelo, haal ik mijn leem lang een trouw libido. Oh Almelo, mijn mooi Almelo. Spies met een keel nog aan toe dat ik voor ik kom binnen wat of ik op doe. Het hekken vult ik veel Almelo. O Almelo, dat plaat sowieso, maar wij kunnen ook Hollands op netjes niveau. En na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Almelo.
Na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Almelo. Nog aan toe dat ik hoor ik ook binnen, wat of ik ook doe. Het hekken vult ik weer, o Almelo. O Almelo, mijn mooi Almelo. Ik ben zo vroeg mis wies met uw keel. Nog aan toe dat ik hoor ik ook binnen, wat of ik ook doe. Het hekken vult ik weer, o Almelo. Het zit er heel netjes op, mooi strak. Na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Almelo. Op de fietsen. Mangs, als ik op de fietsen fietsen, dan denk ik wel eens. Me mist iets toch niet. Maar als ik denk, dan denk ik, denk niet de Falaska, maar die moet nog vandaan. Dit werk uit 2015 bestaat uit twee delen die het in 2015 voltooide nieuwe stadhuis van Almelo complementeren. Kunstenaar Mark Ruigrok. Meneer, het huis waarin ik woon en waar geen venster sluit, daar hou ik het met vrouw en zoon niet al te lang meer uit. Wel heb ik er als timmerman wat aan gerepareerd, maar het werd er weinig beter van, want alles is verweerd. Hier binnen waait het met dit weer en het lekt zelfs in de krib. Er valt, terwijl ik dit noteer, een sneeuwvlok op mijn lip. De oude kachel doet het niet, ik krijg de klep niet los. Het enige wat warmte biedt zijn een ezel en een os. Vandaar, meneer, dat ik u schrijf. Heeft u geen huis of zo? Meneer, wij willen alle vijf zo graag naar Almelo.